Genderdiversiteit stoot nog op heel veel onbegrip. En blijkbaar vooral bij mannen. Theo Franken heeft ooit getweet: mannen die lingerie en make-up dragen, waar gaat de wereld naartoe? Ik kan u perfect zeggen waar de wereld naartoe gaat, Theo. We draaien rond de zon in een oneindige circulaire beweging totdat de zon ontploft en ons allemaal levend verbrandt. Maar als jij wilt druk maken in een vent met chartellen, doe maar op. Waarom hebben mensen daar zo'n problemen mee? Ons vader ook. Allee, dan zei hij onlangs tegen mij: Filip, kom aan. Een vent op hoge hakken. Wat is het volgende? Ja, zeer voeten, hè, vader. Zelfs in onze vriendenkring. Vrienden van ons hebben een zoon. Die is van geslacht veranderd. Daar zijn heel zware discussies over geweest. En sorry. Ik vond het eigenlijk ook niet helemaal oké. Okay. Wij hebben tijdens de zwangerschap een pronostiek gedaan. Naar welk geslacht dat ging worden. Ik wil mijn 10 euro terug. De eerste keer dat ik bewust een transpersoon heb gezien, dat was in 1998, toen Israël het Songfestival heeft gewonnen. Yes, ja, zo direct. Ja, ja. Dana International. En ik moet toegeven, ik vond die heel aantrekkelijk. Ja. Ter mijn verdediging, ik wist op dat moment niet dat het een Joodse was. Oh, oh, nee. Niet slecht bedoeld, jongens, maar vrouwen zonder voorhuid, dat is mijn ding niet. We hebben ook twee fantastische rolmodellen bijgekregen in Vlaanderen. Hè? Bo van Spilbeek en Sam Bettes. En ik moet zeggen, wat Bo van Spilbeek heeft gedaan, ik zou het niet kunnen. Zo van de VRT naar de VTM gaan. Eigenlijk is dat een transcender. En natuurlijk, België heeft ook echt internationaal een heel goed beurt gemaakt met de aanstelling van de allereerste transminister van Europa, Petra de Sutter. Ja. En in alle buitenlandse pers stond hoe fantastisch dat was dat niemand in ons land er een probleem van maakte en hoe tolerant en verdraagzaam dat België is. Ja. Dat is niet waar, hè. We waren gewoon blij dat Christophe Calvo niet was. Maar dat is belangrijk, hè? Rolmodellen op tv. Dat is echt belangrijk. Elke keer dat Petra de Sutter een interview geeft, is er ergens iemand dat denkt: dat is oké, wat ik al heel mijn leven voel. Ja, als Romelu Lukaku een goal maakt, dan is er ergens een kind met een donkere huidskleur dat denkt: ik kan ook alles worden wat ik wil. Elke keer als James Cook op tv komt, dan is er ergens een homo dat denkt: ik ga nog even in de kast blijven zitten. Als je meer van Taboe wilt zien, dan moet je naar VRT nu. Dan moet je gewoon hier klikken. Ja, hier. Doe maar rustig, ik heb tijd.